Ik denk dat mijn vader wel appelgebak lekkers vond, ja. Ja, was wel zijn favoriet als ik zag hoe vaak hij dat dan had. Jordi verloor zijn vader in april aan de gevolgen van het coronavirus. Nu zijn eigen entertainmentbureau nauwelijks werk heeft, wil hij iets nieuws proberen. Met zijn bedrijfje Gebak van Hans wil hij zijn vader eren en tegelijkertijd mensen blij maken met gebak in regio Amsterdam. Mijn vader hield heel erg van gebak en ik vind het gewoon heel mooi iets dat mijn vader eigenlijk blijft voortbestaan. Daar wou ik eigenlijk een ode aan mijn vader opdragen. Daarom heb ik het Gebak van Hans genoemd. En dan willen we eigenlijk taartpunten willen we langs de deuren gaan bezorgen. En in hoge kwaliteit. Dus het moet super lekker smaken. En dat is waar Gebak van Hans voor staat. Natuurlijk is het geen toeval dat Jordi zijn bedrijf vandaag op Vaderdag lanceert. Voor mij is dat natuurlijk een extra moeilijke dag nu. Maar ik merk gewoon dat ik daarom juist dit nu wil lanceren, precies op Vaderdag. Dat hopelijk over een jaar dat we zeggen van het bedrijf bestaat nu 1 jaar. Dus dan hoef ik niet heel erg dat gevoel te krijgen zeg maar, van het gemis. Vanaf woensdag is het bedrijf helemaal up and running en kan iedereen in de regio taartpunten bij Jordi bestellen. De primeur is voor zijn oma op deze Vaderdag. Waar gaan we hem afleveren, Jordi? We gaan hem Amstelveen afleveren in Westwijk bij mijn oma. Dus ik ben benieuwd. Kijkt u eens, oma. Ah, prachtig. Mooi hoor. Ziet er heerlijk uit hoor. Smaakt wel lekker. Heb je zelf een favoriet die ertussen zit? Nou, ik vind die Red Velvet en daar is ook wel heel veel vraag naar. Mensen vragen ook, we hebben eerst natuurlijk geproefd en met de familie en mijn oma heeft geproefd en mijn oom, mijn tante, mijn moeder, mijn broertje. Maar uiteindelijk kwam die Red Velvet kwam wel echt naar voren dat ze dat als favoriet hebben. Maar daarnaast de appelpunt doet het ook heel erg goed.